Ja, we komen met elkaar bij elkaar om Patrick aan te moedigen. We hebben Amersfoortje en Lekkerk hebben we hier afgehuurd. En dan gaan we met heel veel van onze leden gaan we Patrick aanmoedigen. Het is echt een familievereniging eigenlijk. En zeker ook voor Patrick. Hij is daar begonnen. Hij heeft zijn vrienden daar ontmoet eigenlijk. Vanaf dat ik ben begonnen met schaatsen, dan hebben we samen geschaatst vroeger. En we kwamen veel bij elkaar thuis en met de hele groep waren we altijd, deden we met elkaar heel veel dingen. Ja, en hoe is Patrick Roest als hij bij jou is? Gewoon lekker zichzelf en eigenlijk niet veranderd met 16 jaar geleden. 4 jaar terug waren we er wel bij, maar het kan gewoon nu niet. En dat haalt het mooie van de spelen wel een beetje naar beneden. Ja, je hopen natuurlijk gewoon om lekker bij te wezen, gewoon die sfeer daar te proeven en hem te ondersteunen. Maar ja, dat gaat gewoon in deze tijd niet. Hij wil natuurlijk gewoon een goede race neerzetten. En ik weet dat hij het kan, dat weet hij zelf ook, maar het moet vandaag nog wel echt gebeuren. Als het ons ouderwetse schuimpie is, zoals wij hem vroeger noemden. Schuimpie? Wij noemden hem vroeger schuimpie. Als hij die ouderwetse kop heeft, dan kan ook Niels van der Poel hem niet verslaan. Goud wordt sowieso wel lastig, denk ik. Ja, ik weet niet of dat realistisch is, maar ja, Patrick die gaat gewoon voor het uiterste. Daar ben ik van overtuigd. En dan zien we wel wat er uitrolt. Zilver, schitterend om ook zilver te halen. Ik bedoel, je gaat wel voor goud, en Patrick zeker. Helaas is zilver geworden. Super trots, super goed gedaan. Maar het is gewoon zo zuur dat het verschil dan zo klein is en dat dat gemaakt wordt in het laatste rondje. Goud lag zo dichtbij dat het dan toch wel jammer is dat het net niet lukt. Maar hij heeft alles gegeven, dus ik vind het netjes. Strakjes denk ik wel dat hij blij is. Met zilver. Hij heeft er zelf ook alles aan gedaan, dus hij moet tevreden wezen.